Goedendag, mijn naam is Joseph A. Vraagstuk juli 2002. Graal van x, e te macht 3, e kwadraatje door 2dx. Hier moet ik opzingen. Nu, x de x in graal van is x kwadraatje door 2 plus c, ofwel x de x is een half tegen x kwadraat. Dan kun je hier, merk je, x de x en dat x kwadraat, die gaan we samenvoegen, dan krijg je dit. Dit is gelijk aan de graal van e te macht 3, e x kwadraat, e door 2, d x kwadraat. Maar dan moet je een half voorbrengen, die breng je dan hier naar voren. Nu, ja, dan gaan we x kwadraat aan t stellen. We gaan een substitutie doen. X kwadraat gelijk aan t. En ja, dan krijg je dus een half de graal van e tot de macht 3e 2t dt. Nu, we gaan onder de dt ook 3e 2 schrijven. Dit is dus een half integraal van 3e 3e tot de macht 2t, maar d 3e 2 tot t. Dan moet je hier vermenigvuldigen met 2 gedeeld door 3 over 1. Omgekeerd vermenigvuldigen, 2 gedeeld door 3e. Dan kun je 2 wegdelen, houd je over 1 gedeeld door 3e. De integraal van e tot de macht 3e tegen de 2 d e 3e tegen 2 dt. Dat is gewoon een standaard e tot de macht t. Een graal van ex dx is gewoon ex. Ja. Of nu t staat of niet, dus stel dit is gelijk aan 1 gedeeld door 3e. E tot de macht 3t e tegen de 2 plus c. Nu t was x kwadraat, dan krijg je 1 gedeeld door 3e. E 3e x kwadraat gedeeld door 2 plus c. Staat hij in onze lijst van antwoorden? Eens goed kijken. Goed kijken, is dat antwoord die niet? Die ook niet, maar het antwoord C. Antwoord C is inderdaad antwoord. 1 gedeeld door 3e, het antwoord C, dankjewel.